Beste studenten, hartelijk welkom bij weer een nieuwe rekenvideo. Deze keer gaan we aan de slag met het rekenexamen 3F en ik heb hier voor me het MBO 3F van 2017-2018. Nou, in het eerste gedeelte gaan we beginnen met het eerste gedeelte zonder rekenmachine. Nou, je weet het, geen rekenmachine, maar klapblaadje is wel altijd toegestaan en dit is de eerste opgave. Je ziet hier staan 7,6 plus 6,8. En die zou ik heel makkelijk onder elkaar opschrijven. Nou, belangrijk is dat je de commas netjes onder elkaar schrijft. Maar in dit geval is het niet zo'n bijster moeilijke vraag eigenlijk, want ze hebben allebei evenveel getallen achter de komma. Ik heb ze onder elkaar geschreven. Ik begin achter. 6 plus 8 is 14. Dat betekent 14 is 4 opschrijven, eentje onthouden. Dan heb je de komma. Dan had je 6 plus 7 is 13. Ik moest nog eentje onthouden. 13 erbij 1 is 14. Dus het goede antwoord is 14,4. Niet zo'n moeilijke variant, evenveel decimalen. Dan gaan we verder naar vraag 2. Welk getal ligt het dichtst bij 1,06, oftewel 1 en 6 honderdste? Is dat deze? Nou, kun je even tellen hoe die vulde ervan af ligt. Die ligt er in totaal 10 vandaan, of 0,10. Deze ligt er in totaal 1 honderdste vandaan. Deze ligt er nog veel verder vandaan, want het is 0,70. Dus ja, als je hier 6 vandaan haalt, is het 64. En deze even kijken is, nou, deze zou je kunnen afronden op 1 decimaal, kom je op 0,7. Nou, even kijken, wat is dan het grote verschil? Dus dan gaat het tussen deze en deze. Die zullen we eens even gaan opschrijven dan. We hebben deze, 1,06. En het andere getal waarmee we het moeten gaan vergelijken is met deze, 1,05. Dus dat is een verschil van zoveel, van 1 honderdste. En met die andere is 1,06. En die moeten we dan gaan vergelijken met deze, 1,0698. Dus dan haal ik die van elkaar af. En als het verschil is dan 0,0098. Nou, en dat is dichterbij dan deze, want dit is een hele en dit is minder. Dus deze ligt het dichtst erbij. Dus dit is het goede antwoord, antwoord D. Zo, en dan nu even verder naar vraag 3. Vraag 3, hier staat 6,3 min 8,2. En je ziet hier eigenlijk al dat het hier een negatief getal gaat worden. Want 6, en dan gaat 8 vanaf, dus je gaat in een min. Nou, het trucje om dit dan te gaan doen, is om het andersom om te gaan schrijven. Oftewel, je schrijft 8,2 op, en daar haal je die 6,3 vanaf. 6,3 haal je daarvan af, want het wordt een negatief getal, dat zie je al. Dus je draait het om. Ik heb 2 en dan gaan er 3 vanaf. Nou, dat gaat niet, dus ik ga lenen. Dus die 8 wordt eentje minder. En bij deze komen er 10 bij. Dan krijg ik 12 vanaf 3 en 12 vanaf 3 is 9. Dan krijg je de komma en 7 min 6 is 1. En dus 1,9 is het antwoord, maar omdat je het hebt omgedraaid, het is een negatief getal. Dus het antwoord komt er een minnetje voor, min 1,9. Min 1,9. Dus als je van tevoren al ziet van, hey, het wordt een negatief getal, om het dan uit te kunnen gaan rekenen, draai je het om en haal je ze van elkaar af. Goed, gaan we verder naar vraag 4. Gaan we verder. Schrijf 5 3 achtste op als een decimaal getal. Nou, en een decimaal getal wil zeggen een getal achter de komma. Nou, die 5 hoeft eigenlijk niks aan te doen, want de 5 is het getal voor de komma, dus die kunnen we gewoon opschrijven. Dan gaat het erover die 3 achtste. Wat is dat voor decimaal getal? En het is altijd handig als je met dit examen bezig bent, is dat je een aantal dingen standaard weet. Wat 1 tweede is, 0,5, 1 derde, 0,33, 1 vierde, 0,25, 1 vijfde, 0,2 of 0,20. En 1 achtste. En 1 achtste is een beetje de enige echt lastige, als je die nog niet weet, omdat die de enige is met 3 getallen achter komma. 125 duizendste, 0,125. En die heb ik nu dus 3 keer. Dus keer 3 is, even kijken, deze keer 3, dus ik kom uit op 375 duizendste. Dus ik heb 5 hele en 375 duizendste. Dus dit is het goede antwoord. Handig als je dat rijtje weet. Van die standaard breuken. Nou, er staat verder niks bij over afronden, dus dit is het goede antwoord. Vraag 5. 5,68 m3, oftewel kubieke meter. De vraag is hoeveel liter is dit? Dan moet je dus weten wat er gelijk staat aan elkaar. Nou,
1 m3, oftewel 1 kubieke meter, is hetzelfde als 1000 liter. En als je dat weet, is het niet zo moeilijk, want dan is het 4,68 keer 1000. Oftewel 4680 liter. Die kopieer ik eventjes, zet ik erin. Okay. Dus het is handig dus als je weet dat 1 kubieke meter, dat dat 1000 liter is. Gaan we verder. Vraag 6. Een minsommetje. 835 min 167. Pak er even een klapblaadje. Ik schrijf altijd het grootste getal bovenaan. 835 en min deze. En we moeten het inderdaad eigenlijk gaan lenen met elkaar. Hoe zat het ook alweer? Ik heb 5 euro, of ja, ik heb 5 en er gaat 7 vanaf. 5 eraf 7, dat gaat dus niet, dus ik heb te weinig. Dus dat betekent, hier ga ik lenen. Hier wordt eentje minder, dus deze 3 wordt een 2. En deze krijg ik meteen 10 bij. Dus ik heb nu 15 eraf 7. Nou, 15 eraf 7, dat is 8. Dan heb ik er 2 en dan gaan er 6 vanaf. 2 min 6, dat gaat ook niet. Dus ik ga van deze lenen. Die 8 die wordt eentje minder, wordt een 7. En bij deze wordt het 12. Dus ik heb hier 12 raf 6. En 12 raf 6 is 6. En dan 7 min 1, dat is 6. Dus het goede antwoord is 668. Vraag 7. Tussen haakjes 320 min 26 gedeeld door 3. Nou, hierbij moet je dus eerst weten hoe het ook weer zit met de volgorde. Altijd als je iets tussen haakjes ziet, doe je dat als eerste. Dus haakjes gaat altijd voor. Dan komt keer en gedeeld door. En plus en min, die komen altijd als laatste. Kun je onthouden, plus en min zijn een beetje de losers van het rekenen. Die doe je altijd als laatste. Dus hier staat eigenlijk de som 320, schrijf me even op, min 26 gedeeld door 3. Dus we gaan eerst kijken, staat er iets tussen haakjes? Ja, dat gaan we als eerste oplossen. Dus ik ga als eerste oplossen 320 eraf 26. Nou, schrijf ik hier even op. Min 26 gaan we oplossen. Ik heb niks en dan moeten er 6 vanaf. Nou, dan moet ik dus gaan lenen. Deze wordt eentje minder, dus die 2, dat wordt een 1. Dit wordt een 1 en bij deze komen er 10 bij. Dus ik heb nu 10 eraf 6 en 10 eraf 6, dat is 4. Dan heb ik hier eentje en dan moeten er 2 vanaf. Moet ik weer gaan lenen. Deze, die 3 wordt een 2 en deze wordt 11. En eraf 2 is 9 en 2 eraf niks is 2. Dus het antwoord is 294. Dus dit is 294. 294. Dat heb je opgelost en dan wordt de som 294 gedeeld door 3. Nou, die kun je op verschillende manieren oplossen. 94 gedeeld door 3 wordt de som. Laten we eens even de haakdeling gaan gebruiken. Even kijken, zo, 3 zetten we ervoor en achter de haak. Gaan we eens even kijken, hoe vaak weet ik zeker dat 3 hierin past? 10 keer is 30, 100 keer is 300, dus dat past net niet. Laat ik bijvoorbeeld eens 50 doen. 50 keer 3 is 150. Dus ik heb hier 150. Ga ik even kijken, wat hou ik over als ik deze van elkaar aftel? Als ik deze van elkaar afhaal, is de 4, is 4, is 244 hou ik over. Eens even kijken, hoe vaak kan hij er dan nog in? Nou, 50 was 150. Gaan we nog een keer doen. Oh, sorry, dit is natuurlijk 144. 50, dat past dus net niet. Nou, laat ik eens 40 doen. 40 keer 3 is dus 4 keer 3 is 12, met een nulletje erachter is 120. En wat fijn is aan deze manier, misschien zien jullie al een andere stap, maar met de haakdeling, altijd met het getal wat jij wel zeker weet, kom je uit op het goede antwoord. Even kijken, 3 en 24, even kijken, die weet ik, want dat is 8, want 8 keer 3 is 24. Als dat is 24, kom ik uit op 0. Dus was nu het goede antwoord, dan krijg je door deze buiker op te tellen. 50 is 90, is 98. Dus het goede antwoord hier is 98. Nou, misschien had je het al veel sneller gezien. Denk je van, oh ja, 100 is het net niet. Nou, dan gaan er dus 6 vanaf. Dat is 2 keer. Haal ik er vanaf, is 98.
Nou, heel veel manieren om op het goede antwoord uit te komen. Opgave 8. 104 keer 6,5. En met zo'n komma vinden vaak mensen vinden lastig, want dan raken ze in paniek met de komma. Ik ga even een trucje geven hoe dat het makkelijkste kan. Je kunt anders natuurlijk ook nog mijn video bekijken over keer met decimale getallen. Dit is eigenlijk de vraag. 104 keer 6,5. Nou, het trucje wat ik hier wil geven is, doen we denk ik eerst de komma weg. Dus dan staat er eigenlijk dit. 104 keer 65. Die los ik op door het onder elkaar op te schrijven. Nou, hoe werkt het ook alweer? 5 keer 4 is 20. 20 betekent 0 opschrijven en 2 onthouden. Dan ga ik naar de volgende. 5 keer 0, dat is 0. Ik moet nog 2 onthouden, dus die komen erbij, dat is 2. Dan 5 keer 1, dat is 5. Dus dan heb ik eigenlijk uitgerekend, 5 keer 104 is 520. Dan ben ik klaar met deze, ga ik alles met de 6 doen. Maar omdat de 6 één plek verder staat, is dat een tiental. Dat betekent dat ik eerst altijd eerst nog een 0 moet opschrijven. Dan gaan we verder. 6 keer 4, 6 keer 4 is 24. 4 opschrijven, 2 onthouden. 6 keer 0 is 0. Nou, dan moesten er nog 2. Dus die 2 die schrijf ik nu op. Even netjes onder elkaar. En dan heb ik nu hier 6 keer 1, dat is 6. Nou, dan zorgen dat we nog netjes onder elkaar staan. Dan tel ik deze bij elkaar op. En als ik deze bij elkaar optel, dan heb ik het antwoord. Dus even kijken, dit is 0. 2 en 4 is 6. Dit is 7. 5 en 2 is 7. En 6 plus niks is 6. Nou, ik heb nu dit uitgerekend. Dus het antwoord van deze som is 6760. Maar dan ga je tellen hoeveel getal achter de komma had ik. Dat is het eentje. Dus dat betekent ook in deze som tel ik vanuit achter één getalletje achter de komma. Dus het goede antwoord is 676. 6, 7, 6. Vraag 9. Wat is 12,5% van 960? Nou, normaal gesproken is het heel makkelijk. Als je rekenmachine mag gebruiken, deel je de 100 en dan keer 12,5. Nou, dat kun je nou nog steeds doen. En dan kom je dit deel de 100, dus 9,6. En dan wordt de som dus 9,6 keer 12,5. Dat is een manier. Maar een andere manier. Ik weet dat 12,5%, dat is handig als je dat weet, dat het namelijk hetzelfde is als 1 achtste. Want dat is de helft van 1 vierde, dat is 25%, 12,5%. Dat vertel ik bij die andere som ook dat het handig is om deze te weten. Dus eigenlijk zie ik hier staan dat het deze vraag is. 960 gedeeld door 8. Want je wil weten, 12,5%, dat is 1 achtste. Het is een handig trucje om dat te weten, dus die kan ik gaan oplossen. Nou, wat je dan ook kunt gaan doen, is eerst een 0 wegdenken. Dus deze som uitrekenen, 96 gedeeld door 8. Even kijken, nou 10 keer is 80, daar hou ik nog 16 over. 16 gedeeld door 8, dat is 2. Dus 10 en 2, dus het is 12. Ja, 96 gedeeld door 8 is 12. Ik had een nulletje eraf gedacht en die mag ik nou weer terugzetten. Dus zo kom je eigenlijk heel gemakkelijk uit op 120. Vraag nummer 10. 0,45 liter. De vraag is hoeveel centiliter is dit? Nou, ook handig om het rijtje even op te schrijven als je die weet. Je kan het dametje met de centimeter meten. Die weet je misschien nog wel. Kilometer, hectometer, decameter, meter, decimeter, centimeter, millimeter. Kan het dametje met de centimeter meten. Nou, dat geldt ook voor liters. Hè? Dus die M die kun je veranderen in een L. Dus dat hectoliter, decaliter, liter, deciliter, centiliter, milliliter. Nou, dan zie je dat het die kant is altijd keer 10. Keer 10 en de andere kant op, als je dus naar boven gaat. Dus even kijken, dus die kant op, dus dit pijltje is gedeeld door 10. Want 1 centimeter is 10 millimeter. Zo kun je het altijd onthouden. Nou, ga je hem even invullen. We staan hier bij liter, 0,45 liter, dat is deze. En ik moet naar de centiliter. Dus dat is die kant op. Dus dat is 1 keer 10 kom ik uit op 4,5. En nog een keer 10 kom ik uit op 45. 1 keer 10, nog een keer 10. 45 centiliter. Vraag 11. Een keersom. 12 keer 87.
12 keer 87. Ik schrijf het hoogste getal bovenaan. Vind ik altijd zelf het makkelijkste. Keerteken onder elkaar. En we gaan beginnen. 2 keer 7, dat is 14. 4 opschrijven, 1 onthouden. 2 keer 8 is 16, plus die ene die we hadden, is samen 17. Je bent bij de laatste, dan mag je hem helemaal opschrijven. We hebben eigenlijk uitgerekend, 2 keer 87 is 174. Dan ga ik hetzelfde rijtje doen met de 1, maar omdat het weer een tiental is, schrijf ik eerst een 0 op. Dan 1 keer 7 is 7 en 1 keer 8 is 8. Dus ik ben eigenlijk uitgerekend, wat is 87 keer 10? Deze tel ik bij elkaar op en dan weet ik weer wat het antwoord is. Dat is 7, sorry, we beginnen achteraan natuurlijk. 4 plus 0 is 4. 7 plus 7 is 14. 4 opschrijven, 1 onthouden. En 1 en 8 is 9, plus die ene die we hadden is 10. Dus het goede antwoord is 1044. Nou, dit was de laatste opdracht van deze video. Kijk daar snel verder naar deel 2, want anders mogen mijn filmpjes veel te lang. Dus succes met oefenen en tot de volgende video.